Ja, jongen, jongen, dit is echt een slagveld geworden hier, hè? Een slagveld. Een slagveld. Geweldig. Ja, misschien ben je zoals Chinkam op Facebook, de snackerij. Ik kwam een keer binnen op ons kantoor. En zoals elke mianne, wie ik dat een uur is, jouw tol voor rond Facebooken. En in mijn Facebook's verdwaalrij kwam ik ineens op een snackbar-achtige substantie. Dus dan zei ik dit, mijn fucking mooi artwork, kijk trouwens. Mij wel even zijn willen. Ja. En dus kunnen echt hilarische stukjes oer snacks in en om de oud. Per jongens denk ik, weet ik precies waar het binnen, want ze wonen namelijk anoniem blauwen. Maar ik ga contact met ze gewoon en ik mocht even mij te snacken. Dan zat ik al zei, ze wil dus anoniem blauwen. Dat had er mij te krijgen, omdat ze onlangs bedreigd binnen. Het is echt serieus, het is echt net een grap. Maar ze bent er, nou ja, ze kan misschien beter ik zelf vertellen trouwens. Maar ze bent dus bedreigd en daarom had ik ze dus net met de hol in beeld en ik had de stem echt wat verdraaid. Ja, we zijn door een bepaalde kebabtent op het Ruiterskwartier zijn we wel eens half bedreigd. Van nou, kom maar een keer langs. En dan werden we meer of meer verplicht om ja, onze recensie. Terwijl ik dacht van nou ja, volgens mij ben je gewoon in alle vrijheid kan je best een fotootje van een broodje kebab plaatsen en wat je ervan vond. Maar daar was de eigenaar van een bepaalde etablissement het niet mee eens. Schande dat het zo mat vanzelfs, want het idee is goed. In principe is het ooit begonnen met een paar maten op een brak zondagavond op de bank. En toen had het erover, je kan op thuiszorg wat reviews gaan lezen, maar nooit heb je er een foto bij. Nooit zie je hoe het eruit ziet. Je wil in principe gewoon op zondag als je brak bent, je bent helemaal naar de kloten, je wil gewoon zien hoe je eten eruit ziet als je het bestelt. In zo'n wereld vol met fake news en dingen wil je gewoon er voor elkaar staan en gewoon een soort kwaliteitsgarantie hebben. En dat moet je gewoon, ja, bij je maten kun je dat echt alleen maar echt zeker weten of het echt zo lekker is als dat ze pretenderen in die winkel. En in principe is dat natuurlijk bij geen eetaangelegenheid zo, dat het echt zo lekker is als dat ze zeggen. Nou, oprechte recensies dus van de man van de snackerij. In klare taal. En dat is juist zo leuk om te lezen. Toch tof dat je even die lansen van me breekt. Op een gegeven moment kom je in een soort flow. En dan is het een soort hyperfocus waar je mee bezig bent. En dan denk je ja. Oké, ik ga nou praat. Wie zullen te snacken bij de man? We gaan zo meteen naar een van de nieuwe hippe tent. Het lijkt niet op een snackbar. Het lijkt niet op een kroeg. Het is, een soort vintage winkeltje waar je ook gewoon voorbij stuurt. Dit al ons al flinke buik gecreëerd. Als ik het zo zeggen mag. Ja. Moet je eens zeggen, ja. Ik wil wel een kwekkenboom kroket en een heerlijke verse zelfgesneden friet. Vind ik wel speciaal. Een heerlijke verse friet oorlog. En mag ik daar een rood wijntje bij? Maar goed, we zijn dus in brasserie 2018. Dat is een nieuwe snackbar en de man van de snackerij die moet daar ook graag eten. Snackbar, gewoon wijn in de snackbar. Ja, dankjewel. Zou ik mijn vriend erop te houden op de snackerij? Dat is een maffe keuze. Ja, dit had ik niet verwacht. Ja, we komen eigenlijk uit de sommelier-scene. Wat is dit nou dan? Twee! Wat is dit voor mij? Nou, twee kroketten. Mij ook een monster. Ja, super, dankjewel. We gaan ook correct de snacks creëren, maar jij hebt nog niks. Nou, dan wordt tafel in je tussentijd wie direct nog een oregast om ons koot die het al in die snackbar ziet. Die kan dus gewoon bij ons om tafel zetten. Ik moet wel eten. Ik moet eten. En daarom dacht ik met jullie, ik vind het wel een leuk feest. Ja. En ja, die man weer natuurlijk welkom bij u zo'n tafel, want het was gezellig. Tenminste, het begon heel gezellig. Ik vind het super leuk om jullie hier nu te hebben. Oké, dus een bestekje, wijntje, maar het is wel. Ik heb het idee dat ik gewoon een loes diner aan het doen. Die experience heb ik wel een beetje. Het viel er dus als een luxe diner. Maar ja, uw gast die is ongescoot weer, die dat gevoel gelijk even teniet. Wat zou dat zeggen? Het ziet er wel sexy uit.
En daar bleur het net bij, want ja, je moet echt iets met een bierke. Is dat een bier voor mij? Sorry? Is dat een bier voor mij? Een biertje van mij? Nee, ik kom geen biertje. Een biertje van mij, zei ik. Is som- ja, ook voor jou. Ja, voor oh, voor jou. Ja, ja, heb jij een biertje voor mij? Okay. Heb je een biertje voor mij? La 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 la. Laat ik een boertje erbij. La 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 la. La, la. Ja. Wat? Ja? Ja? Ja, 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 ja. Nee, onze die man van de snackerij ben in principe heel aardig meest. Dus ze bezochten nog wat Delta badge in daar op tafel, wat er ooit gebeurde. Zijn het gewoon snackbroeders nu? Nee, wat is het? Gewoon snackbroeders. We hebben de sla gedeeld. Maar het draait uiteindelijk compleet uit de hoorn. Ja. Sorry, joh. Ja. En uiteindelijk gaan we de beste man verjagen. Ik heb geen idee, wacht. En met de happy ending, hè? Geweldig. Het is uiteindelijk wat een aparte ervaring geworden. Ik heb begrepen van de jongens van de snackerij, die zit hier nog in Omi. De boerzees natuurlijk. Maar dat zit ik er nooit jaren mee maken hier. De amicaliteit was er, en die ken ik wel. Maar het, ja, weet je, het zegt wel eens, don't just a snack by its cover, hè? Dat is gewoon, dat is misschien mooi om even mee te gaan. We laten ons niet zomaar tegenhouden door een handje sla of door zoveelste koekpauze in de snackbar. Van de Turkse maffia. Kijk, ik bedoel, schiet ons maar neer. Er komen na ons nog meer snackologen die dezelfde gaan doen. Weet je, we doen dit voor de cause. We doen dit niet voor onszelf of om populair te doen. En nog één ding, wat voor mooie... Nee, daar willen we het graag bij laten. Geweldig. Nou, dat is het verhaal van de snackerij. Vond het een leuk filmpje? Of was het meer van de snackerij, Jen? Like het filmpje dan en abonneer die. Want ja, de man van de snackerij vond het wel gezellig. Dus misschien geven we nog een keer te snacken. Ja, nou ja, het is meer van, bedankt voor het kijken. Een duimpje omhoog. Dat heb ik al niet gezegd. Nou, bedankt voor Chen, hè? Ja, bedankt voor Chen. Nou, is de toem omhoog. Toem omhoog. Toemen of toemen. Nou, iets in die richting. Ja. Toem omhoog. En dan, inderdaad, ja, abonneren. Ja, en dan doei of later of bij of iets in die richting. Oké, okay, ja. Voor eigenlijk voor alles. Ja. Oké, okay, cool. Ja, zo doe je dat, ja. Geweldig.